bij de Klimaattop 2016 spreekt met Rubien Anders van Sendevity. Een vrouw die gewoon in Nederland altijd al bezig is met zonne-energie naar voren te krijgen. Word je hier nou blij van eigenlijk als je deze groep mensen bij elkaar ziet? Nou, het is wel heel bijzonder om al deze mensen bij elkaar te hebben, denk ik. Want wat we gezien hebben is dat Parijs echt een streep in het zand heeft gezet tot hier en niet verder. En dit is natuurlijk ook wat er moet gebeuren, dat je al die spelers die iets moeten doen bij elkaar krijgt. Maar hopelijk dat dat dan ook naar actie wordt vertaald. Leidt dat er? Want ik heb iedereen gevraagd, in welke auto kom je? Allemaal diesel, BMW, Mercedes. Elektrisch. Waarin? Hybride. Wat? Ah, wat? Lexus. Een Lexus. Ach, een prima, acceptabele uitdaging. Ja. Hoeveel daken zijn er nu in Nederland met zonne-energie? Nou, er zijn al 400.000 huishoudens op zonnestroom. Daar komen er 100.000 per jaar bij. Het gaat ongelooflijk snel. Het is echt allemaal in die afgelopen paar jaar gebeurd. Ja. En het allerbelangrijkste is dat we deze trend versnellen. Dat betekent dat we een betrouwbare overheid nodig hebben die vooral niet gaat tornen aan die mooie regeling, de saldeerregeling, die ervoor zorgt dat schone stroom goedkoper is dan vieze stroom. Oké, dames en heren, saldering in 2019. Ja. Nee, de hardwerkende Nederlander wil wel wat verdienen met zijn dak natuurlijk. We blijven gewoon Nederlanders. Dus ja, en wat is de terugverdientijd van een nu met die salderingsregeling op je dak? Nou, een jaar of zeven, tussen 7 en de 10 jaar, dus dat gaat prima. Als je er nou aan gaat versoberen, marginaliseren, rationaliseren, dat hebben we ook gezien in Engeland. In één jaar is 75% van de markt gekrompen. 20.000. Dus dat is jouw voornaamste punt voor Nederland. Maar salderingsregeling in 2019 niet opheffen. Maar het belangrijke is, kijk, die regeling. Ik kom er niet tussen. Die regeling, voor jou dan ook. Nee, die regeling kost maar 35 miljoen euro per jaar. Dat is evenveel als we uitgeven aan 1 kilometer snelweg. Ja, daar houden ze van bij de VVD. Dus daarom, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Hey, die Marianne net van Shell, zeg maar, die daar daar bezig is met duurzaamheid. Geloof je daarin dat zij echt kan helpen om zo'n bedrijf een beetje om te draaien? Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop het. Kijk, het is broodnodig. Je hebt nu na Parijs, weten we nu wat ons carbonbudget is? Nou, Shell doet ook de rekensommen, zou het moeten doen. Wat betekent dat nou voor zo'n Shell? Zij is helemaal mee eens en Shell omarmt het aan alle kanten. Ze omarmen Parijs, maar in de acties, en daar ligt mijn zorg, doen ze veel te weinig. Nog geen 1% van hun investeringen gaat naar duurzame energie. Dan denk ik, ja, dan sta je gewoon aan de zijlijn. Gewoon blijven we monitoren. En jij kunt het weten, jij komt uit de BP-wereld. Ja, jij komt uit de oliesector. Ik heb die fout gemaakt. Ik heb daar ooit heb ik daar ook in geloofd. Ik ben door schade en schande wijs geworden. Nou, ik hoop echt, ik geloofde daar ook in. Hè. Als Shell, als groot oliebedrijf, heb je natuurlijk ook wel een hele goede kaart om te spelen. Je hebt een grote klantenbase. Je hebt enorme kracht aan innovatie. Je hebt budgetten, je kan schalen. Dus eigenlijk de ingrediënt om echt een integraal onderdeel van die transitie te zijn, die heb je in huis. Vervolgens doen ze er gewoon bijna niks mee. Sorry dat ik het zeg. Shell, je bent op een gegeven moment echt in de spotlight. We gaan kijken of het is. Dankjewel. En veel succes met je strijd tegen het opheffen van de saldering in 2019. Mooi.